Koffie, koffie, lekker bakkie koffie. Jongens, wie lust er een kop? Hey, hoe gaat ie, jongens? Ik dacht, ik ga eens een keer andere koffie drinken, beste mensen. Het ziet er zo uit. Een lekker schuimlaagje. En wat melk en wat suiker. Dit is namelijk een cappuccino. Koffie in de vrije cappuccino van Nescafé Gold. Cappuccino decaf. Goed voor 10 kopjes cappuccino. Is wel prijzig. Maar ik dacht, ik wil eens een keer een andere koffie. Koffie in de vrije, weliswaar. En ik denk, ik ga er eens even voor jullie reviewen. Natuurlijk moet die wel echt stukken beter zijn dan die andere Jumbo eigenmerk oploskoffie die ik meestal drink en echt al een paar jaar drink. Dus we gaan even de koffie proeven, beste mensen. Hier gaan we dan. Oh. Oeh, hoehoe. Ja, dat mag ook wel voor dat geld. Dat is best wel duur. Maar dit is lekker, man. Een goede cappuccino. En als je ook geen caffeine kan drinken, dan heb je een goede decafé. Ik zal nog één keer even laten zien. Het is geen reclame trouwens. Zo mag gewoon puur omdat ik jullie gun om lekkere caffeinevrije koffie te drinken. Kijk, dit ziet er goed uit, hè. Nescafé Gold Cappuccino Decaf. Even kijken, hoor. Mmm. Ah, nou, ik ga nog even genieten van mijn overheerlijke cafeïnevrije cappuccino. Ik zou zeggen, koop het, want je proeft het verschil niet tussen een echte en een cafeïnevrije. En uiteraard is cafeïnevrij natuurlijk ook een stuk gezonder voor je gezondheid. Hè? Let's go! See you later, alligators. Koffietijd, een beetje gezelschap, tijd voor jezelf. Koffie, koffietijd. Mmm.